Hoi allemaal, welkom bij een gloednieuwe vlog van Jada Power. Zoals je in de titel misschien al hebt gelezen, ga ik leuke lampionnen met jullie maken. Het enige wat je nodig hebt, niet het enige, is natuurlijk een blad, een schaar en een lijmstift. Met gewone lijm denk ik dat het niet lukt, maar met deze gaat het ook wel. Deze heb ik bij de Action vandaan. Dat is het. Je begint met het dubbelvouwen van het papier in verticaal of zo. En dan doe je vouwen, puntjes op puntjes. Of nee, het was zo, hè? Zo was het. Kijk, zo. Maar dan heb je hem zo. Wat je dan gaat doen, is je knipt tot en met een lijntje. Maakt niet uit tot waar. Je mag zelf de hoogte bepalen. Niet allemaal, ze moeten niet allemaal even hoog zijn. Mag je eigenlijk helemaal zelf bepalen. Maar ze moeten wel in de buurt bij elkaar blijven. Ik ben vandaag lekker naar de dierentuin in Amersfoort geweest. Ja, mijn zusje komt eraan. Wacht even, ik zeg heel even tegen haar dat ze stil moet zijn. Ik heb het even tegen haar gezegd. Dus ik heb het verder knippen. Het is echt heel leuk met mijn oma. Dit wordt de leukste lampion ever. En zo heb ik er al eentje, alleen die is dus kwijt. Misschien ligt die onder deze grote stapel. Nope. Oh ja, je kan ook bladeren gebruiken in een andere kleur. Nee! Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Nee. Weet je wat? Ik ga de vlog gewoon opnieuw doen. Tot de nieuwe vlog. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Jada Power. Ik ga, zoals je misschien al in de titel hebt gelezen, een hele leuke vers. Een lampion maken. Wat je nodig hebt is dit blad. Oh, ik heb de deur niet hier gedaan, maar goed. Dit blad kan ook in andere kleuren. Maakt niet uit welke kleur. Een lijmstift van de Action. In Beverwijk gewoon. En een schaar. Verder heb je niks nodig. Wat je dan gaat doen is, je pakt het blad. Je doet hem zo. En dan ga je het vouwen. Puntje op puntje. Zo, dan heb je zoiets. Als je hem dan openvouwt, is het zo. Oh. Die schaar. En dan ga je zo knippen. Bij de dichte kant ga je knippen. Het duurt echt onwijs lang. Ik heb bijvoorbeeld, want ik had er nou al eentje af. Maar ik ga eerst even deze afknippen. Jullie gaan straks zien hoe de lampion eruit gaat zien. Kijk, nu heb ik er zoiets. En dan ga je van deze punt ga je naar die punt. Ja, dan zeg je van, hè, maar dat is toch geen lampion? Nee, dat klopt. Je vouwt dit randje een beetje zo naar binnen. Nou, je moet hem eigenlijk rond maken. Heel rond. Ik zit met het liedje van Kenny B in mijn hoofd. Van, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoelens zijn voor mij vanavond.
kijken. En we gaan in de wc. En dan we op en dan we toe besteden. Maar samen gaan we op la toeren. Werkt niet. Ik doe het even. Opnieuw. Maar niet helemaal opnieuw. Nou, jongens, ik weet het even niet meer. Ik ben het weg helemaal kwijt. Ik weet het even echt niet meer. Maar wat ik wel kan doen is leuke gewone dingen maken. Wacht heel even, dan ga ik even wat pakken. Ja, daar ben ik weer. Ik heb een plaatje opgezocht wat ik na ga tekenen. Deze. Bon met daaronder. Oh. Bon met daaronder een snorretje en daaronder weer. Jor, bonjour. Dan ben ik tussen de snor. Wacht heel even, moet heel even een plan pakken, ja? Gepakt. Oh, hij is weer uitgevallen. Zo, ik ga hem naproberen te tekenen. Oeh, ik stoot mijn hoofd bijna. En daaronder een snorretje. Ik vind zelfs dat ik het niet heel erg goed gedaan heb. Kijk hoe die geworden is. Nee, deze is niet mooi, hè? Fout opnieuw. Maar dit plaatje vind ik ook wel een klein beetje lastig. Nee. Ik moet nieuwe kleren. Mijn vader is weer bij mijn zusje aan het lollen. Hou even je mond. Frans is en ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoelens uit voor mij vanavond samen kijken. We hebben zo'n hier al wie zei, nou we roepen over te bezetten. Dit is leuk. Ik laat nog niet aan jullie zien welke het is. Oh, waar is mijn stift nou? Oh, hier. Ik ga nog niet aan jullie laten zien welke het is. Ik vind hem zo cute. Nee, een beetje te ver. Jezus Christus. Hou je mond. Elke keer van dat stomme rotding uit. Nee, dit is ook een beetje fout. Dus ga ik aan de achterkant. Ja, een rotting. Hij is heel geinig. Stommert. Ja. Ja.
Kijk eens aan. De boze uil. Nou, doei eigenlijk. Dit was de leukste challenge. Eerst zou ik een lampioen maken, maar die ging fout. En toen ging ik een leuke tekenchallenge doen. Ga ik vaker doen, denk ik. Dus, doei!